En laat ik daar eerst iets over zeggen, van waarom ik dat nou gedaan heb. En waarom ik dat gedaan heb, is omdat ik een soort van onbehagen heb over de manier waarop we de afgelopen jaren in Nederland de zaak met elkaar aan het regelen zijn. En dat onbehagen heeft op een aantal punten heeft dat betrekking. Het heeft in de eerste plaats betrekking op wat je met het woord verschil zou kunnen aanduiden. Wij maken grote verschillen in onze samenleving en we vergroten die verschillen ook nog wel weer een keer uit. Tuurlijk, mensen verschillen en dat is ook heel goed om dat ook niet onder stoelen of banken te steken. Maar ook al verschillen mensen, dat is nog geen reden om op een gegeven ogenblik die verschillen uit te vergroten. En om op een gegeven ogenblik te constateren van nou, jullie zijn zo verschillend van anderen, dat het maar de vraag is of je hier nou in Nederland een plek moet hebben. Dat is één van die type verschillen. Er is een ander type verschil. Als je kijkt van wat er in de afgelopen jaren gebeurd is, dan kan je ook constateren dat de inkomensverschillen, dat die behoorlijk zijn toegenomen. Ze zijn toegenomen doordat het in een tijd van hoogconjunctuur heel goed is gegaan in Nederland. En met name diegenen die het goed hebben, die hebben het heel veel beter gekregen. En je hebt ook gezien dat er salarissen zo nu en dan uitbetaald worden, waarvan je, waar tegen je op zijn minst u kan zeggen. Het begrip balken en de norm is er ook niet voor niks gekomen, omdat in allerlei sectoren er ook nog veel meer betaald wordt dan datgene wat de minister-president in ons land verdient. En als je dat dan weer afzet tegen wat er aan de onderkant van de samenleving verdiend wordt, dan zijn die verschillen in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Dat betekent niet dat het aan die onderkant slechter is gegaan. Nee, daar is het ook wel beter gegaan. Maar de verschillen die zijn toegenomen. En je moet je afvragen, is dat nou een ontwikkeling waar je in ons land, is dat nou een ontwikkeling waar je tevreden en blij mee kan zijn? En er is ook nog wel weer een derde onderwerp wat mij zeer na aan het hart ligt en waarvan ik me kan voorstellen dat dat bij u niet zoveel anders is. En dat is toch de hele discussie over duurzaamheid en klimaat. Waar wij ons met elkaar toch zorgen over kunnen maken, waar je een onbehagelijk gevoel over kan hebben. Denk maar aan datgene wat er nu aan de kust van Florida gebeurt. Waar toch een milieuramp zich aan het voltrekken is. Doordat er nou iets mis is gegaan en het niet zo eenvoudig is om dat op te lossen. Maar veel meer in het algemeen. Wat zijn wij aan het doen met onze aarde? Waar niet alleen wij graag willen leven, maar waar ook nog weer onze kinderen en onze kleinkinderen, die we toch ook willen achterlaten op een manier dat dat voor hun ook aanvaardbaar is. En hebben wij daar nou op een behoorlijke manier wat aan gedaan? Ik denk dat dat ook één van die punten is waar een gevoel van onbehagen erover is. Nou, het is dat type gevoel van onbehagen waarom ik heb gezegd van ik wil mij daar wel instorten. Ik heb als burgemeester van Amsterdam in de achterliggende jaren op een aantal van die terreinen ben ik werkzaam geweest. Ik heb ook geprobeerd, en zeker als het gaat over die eerste verschillen die ik genoemd heb, om daar in Amsterdam het nodige aan te doen. Dat is, wordt wel samengevat onder de term de boel bij elkaar houden. Dat is een term die ik daar ook eigenlijk wel heel erg goed voor vind. Daar gaat het ook om. Er zijn ook sommige mensen die zeggen van het gaat niet over de boel bij elkaar houden, maar de boel bij elkaar brengen. Als dat zo is, dan is er dus nog meer nodig dan alleen maar de boel bij elkaar houden. En het laat dus de urgentie van die vraag des te meer zien. En het is die urgentie die mij ertoe gebracht heeft om te zeggen van ik wil mij daar ook in landelijk verband, wil ik mij daar instorten. En als het dus gaat over de toekomst van Nederland, dan gaat het erom hoe kunnen wij die gevoelens van onbehagen keren en hoe kunnen wij een toekomst uitstippelen waarin je zegt van precies daarmee gaan we die gevoelens van onbehagen, die gaan we te lijf en die zetten we om in een gevoel wat je zou kunnen zeggen een gevoel van hoop. En als ik dat ook op die manier zeg, dan is dat, en dat herkent u misschien ook wel als hoofdboodschap van datgene wat de Partij van de Arbeid zegt, iedereen telt mee. En dat is dan ook precies wat ik graag wil. Dat al die mensen in ons land die hier een goed leven willen opbouwen, of ze hier altijd gewoond hebben, of ze hier gekomen zijn, al die mensen die met goede bedoelingen hier een goed leven willen opbouwen. En een goed leven betekent vaak helemaal niet zoveel meer dan een baan hebben, je kinderen op laten opgroeien en ook nog een zeker plezier hebben. Daar gaat het om. En als je dat begrip iedereen telt mee nog weer wat verder wil afbreken, dan gaat het in feite naar mijn gevoel om een tweetal onderwerpen. Dan gaat het erom om Nederland aan de ene kant sterker te maken en aan de andere kant fatsoenlijker. En die beide begrippen die wil ik wat nader uitwerken, omdat daar ook de verschillende onderdelen in zitten van waarvan ik denk dat we met ons land naartoe moeten.